veel. Maar wat je wel ziet in boeddhistische landen is animatiefilms over de Boeddha. Dat wordt wel aanvaard. Dat je in boeddhistische landen wordt het niet zo veel aanvaard om een live action, dus echt met mensen, film te maken over de Boeddha. Dat vinden mensen vaak ongepast. Omdat iemand, als een acteur, de Boeddha speelt. Maar goed, dat zijn details. Maar het interessante van deze documentaire is dat ze echt ook vertellen hoe er dus voor 1860 nog absoluut niet bekend was of de Boeddha nu een legende was of werkelijk een historische figuur. En in 1860 ontdekt ze dus de eerste pilaar vanaf die tijd, die bekend zouden worden later als de edicten, of de pilaren en de edicten van Asoka. Dat zijn de belangrijke keizer van die tijd, van kort na de tijd van de Boeddha. Waarin hij, die pilaren die geven aan, dit is het waar de Boeddha is geboren, waar hij verlicht is geweest, waar hij voor het eerst heeft onderwezen en waar hij is heen gegaan. En dit zijn hele belangrijke gebeurtenissen. En die hebben we, drie van die vier gebeurtenissen hebben we ook gevierd. Afgelopen Wesak. Deze gebeurtenissen hebben we niet heel erg uitgebreid over gesproken. Een beetje in de vertaling toen, maar niet heel veel. Dus misschien is het goed om ook eens naar te gaan kijken als laatste onderdeel van deze reeks. Over juiste zienswijze. Wat is eigenlijk de betekenis van de verlichting in het boeddhisme? En we hebben gesproken afgelopen 20 lessen alweer. Over hoe belangrijk het is in het boeddhisme om te geloven in het belang van geven. Het belang van een ander helpen en het belang van die eren die eren waard zijn. En de overtuiging dat alle daden die we doen, of ze nu goede of verkeerde daden zijn, altijd zijn vruchten afwerpen. En wie goed doet, goed ontmoet. Wie slecht doet, slecht ontmoet. Om het in een notendop te zeggen, is werkelijk een bestaande werkelijkheid. Volgens deze juiste zienswijze. En deze zienswijze die kunnen we onderzoeken. En als we ze onderzoeken, merken we dat we meer ons geïnspireerd voelen, gemotiveerd om het goede te doen, het verkeerde te laten, goede gewoontes te ontwikkelen en verkeerde gewoontes op te geven. De overtuiging, deze wereld bestaat, wil zeggen, vorige levens beïnvloeden ons huidige leven door karma. En dit leven beïnvloedt onze volgende levens. Er zijn ook volgende levens in boeddhisme. En iedereen is al heel veel keer geboren en weer gestorven. Zo vaak dat we eigenlijk het al gewend zouden moeten zijn, maar we vergeten het telkens weer. En wanneer we geboren worden, worden we ook geboren in verschillende werelden. En daar kom ik zo op terug. Dan hebben we het gehad over de overtuiging. Je hebt een moeder en een vader, dat wil zeggen, onze ouders hebben werkelijk iets voor ons gedaan en we zijn dank aan hen verschuldigd. Dat is ook een belangrijke overtuiging. Onze ouders hebben werkelijk iets voor ons gedaan. We hebben ons dit lichaam gegeven en we zijn dank aan hen verschuldigd. Er zijn spontaan ontstaande wezens, dat wil zeggen, er zijn andere werelden dan enkel de mensenwereld. In het boeddhisme geloven we dat er werelden zijn, bijvoorbeeld dat het mogelijk is voor een mens om als dier geboren te worden en ook een dier weer als mens. En dat een mens ook als deva of zelfs in een negatieve wereld geboren kan worden. En ook als een geest die ronddwaalt
dicht bij de mensenwereld. Dat zijn de zeer zaken die we hebben besproken. Er zijn vier routes door het leven. Sommige mensen zijn geboren vanuit een verkeerd karma. Van bijvoorbeeld geboren van een negatief, ongelukkige wereld in het leven als mens. Maar ook weer als mens doen ze vervolgens, worden ze geboren in moeilijke omstandigheden door de verkeerde karma die ze in het verleden hebben gedaan. En vinden ze het moeilijk om zich uit die cyclus los te maken, uit die spiraal. Je ziet wel eens mensen in hele moeilijke omstandigheden geboren worden met een familie die in de drugs en de criminaliteit is en in een ghetto geboren. En zulke mensen die noemen we wel eens kansloos of kansarm. En uiteindelijk worden die ook weer geboren door allerlei negatieve karma, komen die ook weer in een spiraal terecht. En uiteindelijk worden ze weer geboren in een negatieve wereld. Je hebt ook mensen die ondanks de negatieve omstandigheden en misschien ook wel een negatief karma van het verleden, dat ze toch hun leven weten te verbeteren, te ontwikkelen en tegen de problemen invechten en zich weten te verheffen tot een betere leven. En op die manier uiteindelijk naar een goede bestemming gaan, ook al kwamen ze misschien wel van een ongelukkige wereld. En zo heb je ook mensen die hele goede, positieve omstandigheden worden geboren, maar hun macht, hun kennis, hun invloed misbruiken. En dan vervolgens door die misbruiken van die macht, die kennis, die invloed, anderen kwetsen. En niet hun ouders, hun leraren en de mensen om hen heen respecteren. En dan weer vervolgens in een ongelukkige bestemming terechtkomen. Ondanks dat ze in zulke goede omstandigheden geboren worden. Maar je hebt ook mensen die ondanks hun goede omstandigheden, of juist door hun ongoede omstandigheden, met die goede omstandigheden, kennis, invloed, rijkdom, goede dingen gaan doen. Goede omstandigheden aanwenden voor goede daden. Dat noemen we licht, dat licht als bestemming heeft. En dit zijn de vier soorten personen die in de wereld worden aangetroffen. Zegt de Boeddha, dat wil zeggen, er zijn verschillende routes die je kunt ondernemen in het leven. Maar in de werkelijkheid is niemand, de meeste mensen zullen ze niet exact in een van deze vier categorieën vallen. Maar ik bedoel, dit is een soort van manier waarop we naar het leven kunnen kijken. Als een soort van ups en downs. En mensen komen van een moeilijke situatie in een makkelijke situatie. En komen elkaar uiteindelijk op het kruispunt tegen dat de menselijke geboorte heet. We komen elkaar weer tegen als mens. Soms heb je dat een man en een vrouw elkaar tegenkomen of elkaar verliefd worden en trouwen. En de man die gaat een hele negatieve spiraal op en die wordt uiteindelijk alleen maar ongelukkiger. En die vrouw die leidt juist een heel positief leven. En na dit leven wordt de vrouw herboren in een positieve wereld en de man in een negatief. En na lange tijd komen ze elkaar weer tegen. Worden ze weer allebei geboren als mensen en komen ze elkaar weer opnieuw tegen. En doen ze weer precies hetzelfde en worden ze weer. Ondanks dat ze een verbintenis hebben, hebben ze niet dezelfde gewoontes. Dat kan gebeuren. Zo heb je soms mensen die door hun gewoontes telkens in dezelfde spiraal weer terechtkomen. Je hebt ook verschillende verhalen die spiraal hebben geprobeerd aan te tonen. Je hebt ook een film die vaak wordt aangehaald door boeddhistische leraren. Die film die heet Groundhog Day. En dat gaat over iemand die telkens dezelfde dag meemaakt door een bepaalde speling van omstandigheden. En dat zou je ook kunnen vergelijken. We komen eigenlijk vaak heel erg vaak dezelfde omstandigheden telkens weer tegen. Maar het probleem is dat we ons vorige leven niet kunnen herinneren. De meeste mensen althans. Maar, zoals we al hebben besproken, er zijn uitzonderingen van mensen die hun vorige leven kunnen herinneren. Maar de meeste niet. Plato die sprak van een
dal van vergetelheid waardoor we gaan en worden herboren en vervolgens ons vorige leven niet meer kunnen herinneren. Maar dat dal van vergetelheid is er niet. Dat is een mooi symbool voor gewoon het feit dat we vanuit een bepaald soort leven in een ander leven terechtkomen en de schok, lichaam en geest, de schok in lichaam en geest zorgt ervoor dat we ons niet meer kunnen herinneren wat er gebeurde. We kunnen niet alleen ons vorige leven niet meer herinneren, we kunnen ons niet eens herinneren wat we eigenlijk allemaal hebben gedaan toen we 4 of 3 waren. Wat is de vroegste herinnering die je kunt herinneren? Kan iemand zich een herinnering herinneren voordat ze 4 waren? Onze hersenen zijn niet in staat die het verleden mee te nemen. En dat is een nadeel, want daardoor vergeten we soms wel eens hoe belangrijk het is, het menselijk leven. En dat alles wat we doen ook weer in het volgend leven invloed heeft. Daarom zei de Boeddha ook wel eens, we worden ingesloten door de dood. We zien het verleden niet, omdat we net herboren zijn. En we zien de toekomst niet, omdat we niet weten wat er na de dood is. We hebben ook gesproken over het belang van onze ouders. Onze ouders zijn ook heel belangrijk. Dat is ook een belangrijke zienswijze. Dit gaat over vorm van dankbaarheid. Als je dankbaar bent, dan ben je ook meer geïnspireerd het goede te doen. Omdat je ziet hoe krachtig goede daden ons leiden tot goede omstandigheden. Hoe goede daden van anderen een invloed hebben op ons leven. Als je dus de goede kanten, de goede daden van anderen kunt zien door dankbaarheid, hoe die ons beïnvloeden, dan is het ook een krachtige inspiratiebron om het goede te doen en het verkeerde te laten. De Boeddha die zei, onze ouders zijn net als Brahma's. Dat wil zeggen, onze ouders zijn net als, hebben ons lichaam geschapen. Ons lichaam, dat is gemaakt door onze ouders. Dat wil zeggen, onze ouders, als we niet onze ouders als voorbeeld hadden van een mens, want dan waren we niet een mens vandaag. Hè? Want dan waren we niet hier op aarde als mens. Dan waren we, wie weet, misschien een hagedis, een kangeroe, wat dan ook. Dat is hoeveel we te danken hebben aan onze ouders. Onze ouders zijn degene die ons hebben geleerd te praten. De eerste die ons naar een school hebben gestuurd. Die ons hebben geleerd hoe je moet netjes praten, netjes lopen, netjes dingen doen. Zoveel hebben we geleerd van onze ouders. Dat is zo onmetelijk. En de Boeddha noemde dus ook de eerste deva's, omdat we ook heel veel gekregen hebben van onze ouders. Heel veel liefde en heel veel dingen. Bijvoorbeeld kleren vanaf het moment dat we zijn geboren, eten, drinken, al die zaken van onze ouders allemaal. En de Boeddha noemde zelfs, de ouders noemden een soort verlichte arahants in het huis. Verlichten in het huis, de verlichten die in je eigen huis wonen, omdat ze als het ware zo waardig zijn om en die goedheid te herdenken en daaraan te denken en dat te eren. Ook al hebben onze ouders ook wel een fout, dat is natuurlijk zo. Behalve als we de Boeddha als onze vader zouden hebben, maar de meeste mensen hebben natuurlijk ouders met fouten en gebreken. Maar dat wil niet zeggen, dat neemt niet weg dat we heel veel te danken hebben aan onze ouders. In het algemeen kun je zeggen dat wanneer we bij stilstaan hoeveel te danken hebben aan onze ouders, dat die eerste stap van, of in het algemeen hoeveel we te danken hebben aan de mensen om ons heen, aan de bepaalde mensen of zelfs, met name mensen die iets goeds voor ons hebben gedaan. Die eerste stap noemen we erkentelijkheid. En de tweede stap is teruggeven, iets terugdoen voor iemand. En de derde stap is dat je ook werkelijk iemand ergens daarvoor eert. Vooral als iemand heel veel voor je heeft gedaan. Dus dat gaat over nummertje 7 en 8. Je hebt een moeder en een vader, wil zeggen, onze ouders, daar zijn we dank aan verschuldigd. En dan hebben we nummertje 10 nog niet besproken. Er zijn in de wereld asceten
en Brahmanen die tot volmaaktheid gekomen zijn, die een volmaakt leven leiden, die deze wereld en de andere wereld zelf doorschouwd en gerealiseerd hebben en een uitleg over hebben gegeven. Dat is eigenlijk een soort definitie, als je het heel kort zegt, van er bestaan werkelijk verlichte Boeddha's. Nu, zoals ik al heb gezegd, dit zijn geen geloofsartikelen. Er zijn natuurlijk ook mensen die zeggen, de Boeddha is een historische figuur, ik geloof niet dat hij werkelijk verlicht was. Er zijn mensen die dat zeggen en dat is je recht. Maar dit zijn als het ware opvattingen die we kunnen onderzoeken, die ons kunnen inspireren in het goede en mooie leven. En dat is gewoon positief. En dat onderzoek, dat kan nooit kwaad. En het verrijkt ons leven zelfs. Dus je ziet hier dat de Boeddha, wanneer hij over zichzelf spreekt, probeert hij in algemene zin te zeggen dat er zulke mensen zijn. Dus hij zegt niet alleen dat hij de enige Boeddha is. En het is inderdaad zo in het boeddhisme dat er meerdere Boeddha's zijn. Maar daar kom ik zo op terug. In het boeddhisme zijn in het algemeen 3 soorten doelen. Korte termijn, lange termijn en de hoogste zin van het leven. Dus er zijn 3 soorten van zingeving. En de meeste van ons zitten met onze gedachten in een van die 3 niveaus. De eerste is het idee dat je gewoon een goed mens wil zijn, korte termijn. Gewoon, ik wil goede huisvader zijn, ik wil gewoon zorgen dat het brood op de plank komt. Goede verantwoordelijkheid nemen en noem je dat? Goede huisvader. Of als vrouw kun je zeggen, je wil een goede moeder zijn. Het zijn een soort van dagdagelijkse sentimenten dat je belangrijk vindt om een goed mens te zijn. Het gaat nog niet echt over je innerlijk. Het gaat meer over wat je doet voor de wereld. Het gaat meer over dat je gewoon in dit leven niemand kwaad doet. Dan heb je het tweede niveau dat je zegt, ik wil iets hebben gedaan in dit leven dat voorbij dit leven gaat. In het Engels zeggen ze make a difference. Of dat je een erfenis hebt achtergelaten. Er zijn wel eens mensen die zeggen, wat werkelijk belangrijk is in dit leven, is wat mensen zullen zeggen op het moment dat je begrafenis of je uitvaart wordt gehouden. Wat mensen dan zeggen. Wat hebben mensen over je te vertellen? Ik ga heel vaak naar uitvaarten, omdat je vaak als monnik wordt uitgenodigd daarvoor om te zingen, of in ieder geval erbij te zijn als getuige. Ik kom wel eens uitvaarten tegen dat mensen gewoon zeggen, ja, ik vind het heel moeilijk om dit te zeggen, om het heel moeilijk over mijn vader iets te zeggen. Ik heb het heel moeilijk gehad. Het is best wel triest om ernaar te luisteren soms. Maar sommige uitvaarten zijn heel positief. Echt heel veel moeite gedaan om iets heel moois te vertellen over die persoon. En dan denk je, oh, die heeft wel echt heel veel betekend voor veel mensen. Maar in het boeddhisme gaan we altijd weer terug naar onszelf. Dus ook make a difference voor een boeddhist is dan het antwoord. Iets doen wat werkelijk bij je blijft, niet alleen in dit leven, maar in het volgende. En dan heb je het over kwaliteiten zoals vrijgevigheid, kwaliteiten zoals het ontwikkelen van goede daden, goede eigenschappen zoals zelfdiscipline, wijsheid, die bij je blijven. En die goede eigenschappen, die kun je door dagdagelijkse gewoontes, daden, geleidelijk aan in je karakter ontwikkelen. En dat noemen we een mooi mens te zijn. Niet van make-up of van lange wimpers of zo, maar een mooi mens van echt eigenschappen en karakter aan de dag hebben gelegd. Dat is eigenlijk een heel belangrijk doel in het boeddhisme. En dat is eigenlijk waar heel veel andere dingen omheen draaien. Maar er is ook nog een uiteindelijk doel, namelijk dat we niet altijd zullen worden herboren.
maar dat er een uiteindelijk doel is van het leven om verlicht te worden. De hoogste zin van het leven, om een waar mens te zijn, het werkelijke potentieel als mens volledig benutten, volledig te benutten, namelijk verlichten in jezelf te bereiken. Wat is verlichting? Verlichting, daar zijn verschillende niveaus van. Je kunt ook zeggen nirvana, nibbana, er zijn heel veel woorden voor. Maar laten we het woord verlichting gebruiken. Verlichting of nibbana? Verlichting is kun je in je eentje willen bereiken. Je wilt, wat is verlichting eigenlijk? Verlichting is, je wil jezelf ontwikkelen voorbij de beperkingen van je geest. Normaal zijn we altijd geleid door beperkingen zoals overdreven verlangens, boosheid en verwarring in je leven. Die hebben we altijd in ons leven, die komen in allerlei vormen en kleuren, stress, bezorgdheid, afgunst en allerlei negatieve emoties en onrealistische percepties die in ons leven voorkomen. En de Boeddha die heeft allerlei methodes onderwezen om daarmee om te gaan en zich te ontwikkelen uiteindelijk. Ook door het doen van goede daden. Uiteindelijk kom je tot een punt dat je in jezelf zuiverheid, helderheid en verlichting bereikt. Dat kun je in je eentje proberen te bereiken. Je kunt ook zeggen, ik wil dat met een kleine groep mensen bereiken. Ik wil het samen doen. Of zelfs met een grote groep mensen. Als je het idee hebt van ik wil dat wel bereiken. In dit leven, in een volgend leven, om verlichting te bereiken. Dat vind ik een mooi ideaal. Ook al is het heel abstract misschien en ik weet niet precies exact wat het is, maar het is mooi om ernaar te streven, volmaakt te zijn in je emoties en in je helderheid van geest. Nou, het is misschien heel niet helemaal duidelijk voor mij hoe ik dat moet bereiken, maar dat wil ik naar streven. Dat idee, dat is verlichting, wat we noemen arahant. Dat woord zag je net al wanneer we spraken over hoe je ouders kunt omschrijven. Arahant, verlichting. Verlicht iemand is een arahant. Dan kun je zeggen van nou, ik wil bijvoorbeeld in de tijd van de volgende Boeddha wil ik verlicht worden onder zijn lering, onder zijn instructie, onder zijn, onder zijn begeleiding. Misschien heb je wel eens gehoord dat er in boeddhisme meerdere Boeddha's zijn. En elk van die Boeddha's die onderwijzen aan mensen om verlicht te worden. De Boeddha van 2600 jaar geleden, noemen we Gotama Boeddha, die heeft onderwezen aan een zekere hoeveelheid mensen. Ook in de toekomst zullen er weer nieuwe Boeddha's zijn. Nieuwe, volgende Boeddha's. Maar ook in de huidige Boeddha, Gotama Boeddha, waren de vorige Boeddha's. In het boeddhisme geloven we daarom niet in één enkele leraar. Maar er zijn meerdere Boeddha's in de loop der tijd. Maar dat gaat miljoenen jaren, miljarden jaren overheen. Dat is heel moeilijk om in te denken. En sommige mensen hebben het idee, ik wil onder de begeleiding van zo'n leraar wil ik verlicht worden in de toekomst. Je hebt misschien wel eens gehoord van Maitreya. De volgende Boeddha, Maitreya. In het Pali, in het Oud-Indisch, noemen we Maitreya. Dat is de volgende Boeddha. Maar daar hebben we het over miljarden jaar. Het is niet zo van, oh, hij loopt hier nu al ergens rond of zo. Dat, volgens onze traditie in ieder geval niet. En je hebt ook mensen die zeggen, ik wil zelf verlicht worden. Door eigen kracht. En dat ideaal noemen we het ideaal van boeddhaschap, of boeddha worden. Als je ook het idee hebt dat je ook anderen wil onderwijzen, om samen de verlichting te bereiken, dat noemen we boeddhaschap met bijvoorbeeld een kleine groep mensen, met een grote groep mensen. Of je kunt het idee hebben van ik wil wel onder een boeddha verlicht worden, maar ik wil een beste discipel zijn. Een hele goede
goede discipel, een hele goede leerling. Niet zomaar een leerling. Dat zijn de idealen die in het boeddhisme worden omschreven. Kun je voor jezelf vaststellen, wat zou ik eigenlijk willen bereiken in mijn leven? In een volgende leven. Maar wat noemen we dan, hoe is dan dat pad naar Boeddha worden? Naar Boeddha te worden in de toekomst. Dat iemand die in een toekomstig leven een Boeddha wil worden, noemen we een bodhisatta. Of een bodhisattva in de Sanskriet traditie. Bodhisatta, dat wil zeggen iemand, dat is echt geen goed Nederlands woord voor. Dus iemand die ernaar streeft in de toekomst Boeddha te worden. Je zou kunnen zeggen een Boeddha in spe. Iemand, en de eigenschappen die je hebt, die je moet ontwikkelen om dat te worden, de competenties zou je kunnen zeggen, om het in een beetje managementtaal te zeggen, iemand, die eigenschappen die noemen we paramis. En ook daar is geen Nederlands woord, het zijn allemaal van die technische woorden die heel moeilijk te vertalen zijn. Paramis of volmaaktheden zou je kunnen zeggen, maar dat is ook maar een vertaling die niet zo dichtbij komt. En een parami, dat is een eigenschap die heel krachtig is. Hele belangrijke eigenschap, hele belangrijke gewoonte die heel veel andere gewoontes beïnvloedt. En iedere bodhisatta moet 10 paramis, volgens sommige teksten 6, maar dat is eigenlijk hetzelfde verhaal, maar gewoon een andere benadering, volbrengen om een Boeddha te worden. En als je die eenmaal hebt volbracht, als die als het ware volkomen zijn, verwezenlijkt, dan ben je Boeddha. En daar hoeft niet een, hoef je er geen sollicitatiegesprek voor te voeren of zo. Dat is, dan ben je gewoon van natuur. Als het ware groei je geleidelijk aan naar dat ideaal toe. Ook de Boeddha, in het huidige leven van de Boeddha van 2600 jaar geleden, kwam als gevolg van vele levens zichzelf oefenen als Boeddha. Ja, als je soms wel eens twijfels hebt, bestaan vorige levens? Ik zeg altijd, als vorige levens niet zouden bestaan, waarom zouden mensen zo bijzondere talenten hebben? Ja, je ziet dat in de wereld, je ziet Mozart, je ziet begaafde kinderen. Dat komt niet zomaar uit de lucht. Dat kun je, kunt niet zomaar begaafdheid van een boom plukken of van een of andere manier oefenen. Je hebt wel mensen die dat proberen. Je hebt een man die heet Daniel Tammet, een begaafd iemand, die probeert zijn begaafdheid op een of andere manier te instrueren of te onderwijzen aan anderen. Maar dat is niet eenvoudig. Er is ook een zekere begaafdheid die sommige mensen hebben in karakter. Ik heb een heel prachtig boekje gelezen over begaafdheid en die mensen die een impact hebben gehad in de samenleving. Iemand die dat helemaal heeft geanalyseerd. Een pretentieus boek over mensen die begaafd zijn in allerlei kunst en literatuur en wetenschap en dergelijke. En daar wordt ook gesproken over een begaafdheid in karakter. En daar wordt het voorbeeld van Gandhi genoemd. En paramis zijn eigenlijk een soort van begaafdheid in karakter. Iemand die niet zomaar een beetje geduldig is, maar echt zeer geduldig. Zoals we zeggen, engelengeduld. Of iemand die heel veel inzet heeft, dat je denkt, die geeft nooit op. Of iemand die heel veel wijsheid heeft, dat je denkt, die doorgrondt alles. Die kijkt door mensen heen. Dat zijn eigenschappen die je soms wel in mensen ziet. Dat je denkt, wauw, dat is pas iemand. Bijvoorbeeld Lompal Tamachio, onze abt in Thailand. Als je die tegenkomt, denk ik, ook al heeft hij nog niks gezegd, dan heb je al zoiets van, wauw. Zulke mensen heb je. Niet alleen ons dat niet zien natuurlijk, maar die zijn. En zulke mensen zijn ook, noemen we bodhisattas, die goede eigenschappen ontwikkelen op deze manier. En uiteindelijk
ook de Boeddha in een vorig leven kwam op een zeker moment erachter dat deze eigenschappen zo belangrijk waren om te ontwikkelen. En dus het voornemen in zich ontwikkelen voor de eerste keer, krachtig voornemen om een Boeddha te worden. Dat noemen we wel in onze traditie het eerste leven of het eerste zaadje van Boeddhaschap dat hij zaaide. En uiteindelijk werd hij in het leven, dat zie je in dit plaatje, dat hij als Sumedha werd geboren. Toen was er een vorige Boeddha, niet de huidige Boeddha, maar een vorige, die tegen hem zei, op een dag zul je net worden als ik. Nou, zo is dat in het verleden gegaan. Maar dat is iets waar we niet zoveel van weten. Hè? Deze verhalen kennen we niet zo goed. Maar het verhaal wat we wel wat beter kennen, dat is het Boeddha. Dat is de Boeddha in zijn huidige leven. En we hebben dat wel allemaal gehoord, hè? De Boeddha zijn naam was niet de Boeddha vanaf het moment dat hij geboren werd. Hij werd geboren als prins Siddhartha. Je hebt het misschien gehoord van het boek van Hermann Hesse. Siddhartha, dat is hetzelfde. Het een spel je met een R, het ander spel je zonder R. Dat is hetzelfde. En dat was in het huidige Nepal. En toen hij werd geboren in het huidige leven waarin hij de Boeddha werd, waren er bij de geboorte al zieners die voorspelden, dit is een heel bijzonder kind, hou het in de gaten. Want zijn vader, de koning, wilde dat hij de kroonprins werd. En de koning. Een hele belangrijke verantwoordelijkheid. Maar de zieners die zeiden, nee, hij wordt geen koning, hij wordt een monnik. Hij wordt zelfs een hele belangrijke geestelijke leraar. Een heel belangrijk geestelijk leraar. En dus moet je iets doen om te voorkomen dat hij een monnik wordt. Wat dan? Zorg ervoor dat hij nooit iets van lijden in zijn leven tegenkomt. En dat is wat de koning deed. Dat hebben we allemaal wel eens gehoord, dat verhaal, of niet? En uiteindelijk gebeurde het onvermijdelijke. Hij kwam iemand tegen die ziek was, oud en dood ging. En stelde zich vragen. We weten niet of dat nou exact zo is gebeurd, dat hij helemaal nooit een benul had van ziekte, ouderdom en dood. Dat is ook wel moeilijk voor te stellen, want hij was wel een heel intelligent iemand. Maar je kunt het ook in andere termen formuleren. Je kunt ook zeggen, het is een symbolisch verhaal en in werkelijkheid is hij zich die vragen steeds meer gaan stellen. Vergeten niet dat in het leven van de Boeddha ook zijn moeder toen hij heel jong was, al stierf. Dat gaat ook aan je, op een gegeven moment gaat een kind daarover vragen stellen. Jij bent niet mijn werkelijke moeder, heb ik gehoord. En wie is dan wel mijn echte moeder? En waar is zij nu? Hoe kan iemand dan doodgaan? En moet ik dan op een dag doodgaan? En uiteindelijk gaat een kind nadenken. En een kind wordt ouder, krijgt meer verantwoordelijkheden. En dan op een gegeven moment komt de tweestrijd. Je moet ofwel dit kiezen of dat. Je kunt het niet meer allebei doen. En dan uiteindelijk besloot de Boeddha om toch monnik te worden. En hij liet wel een zoon nog achter. Die heette Rahula. En uiteindelijk werd hij een monnik. En hij worstelde met de grote vraag van het leven. Waarom lijden we? Waarom worden we oud, ziek en dood? En wat is de doel van het leven? Is er iets dat niet zo vergankelijk is als dat lijden dat we altijd maar tegenkomen? Is er iets wat stabieler, wat bijzonder is, wat bestendiger is dan alleen maar deze oppervlakkige wilde van dit paleis waar ik nu uit vlucht. Van die wilde, van al die
oppervlakkige materialistische zaak. En dus zie je zijn manier van denken, zie je terug in de Buddhavamsa, een van de geschriften, staat er, er moet deze weg zijn, het is onmogelijk dat die er niet is. Ik zal de weg zoeken naar de volledige bevrijding van het worden of wedergeboorte. Net als lijden bestaat en geluk, zo ook bestaat het worden en zo ook is er het niet worden. Met andere woorden, dat klinkt heel raadselachtig, maar wat daarmee bedoeld is, alles komt in tegenstelling in de wereld. Als er lijden is, dan moet er ook werkelijk geluk zijn. Als er vergankelijkheid is, dan moet er ook iets zijn wat niet vergankelijk is. Zo dacht de Boeddha, toen hij nog niet de Boeddha was. Net als er hitte bestaat en kou, zo ook moet er geboorte bestaan en het ongeborene. Iets wat niet aan vergankelijkheid onderhevig is, bestaat dat. En daar ging hij naar streven. En hij werd uiteindelijk, natuurlijk monnik, en hij begon eerst te mediteren met leraren die in de omgeving van zijn paleis bekend waren. En die leraren die heette Alara Kalama en Uttaka, zoon van Rama. En die onderwezen een soort van meditatie, wat in die tijd gangbaar was, waarbij men zich met name uitwendig concentreerde. Bijvoorbeeld op een bepaald element, water, vuur, of op de zon of de maan. Misschien kijk je er niet direct naar, maar je kijkt naar de reflectie van de zon of zo. En dan vervolgens na een tijdje, dan ontwikkel je concentratie. Dat is uitwendige concentratie. Bijvoorbeeld zie je ook terug in bijvoorbeeld Nostradamus. Je maakt ook gebruik van uitwendige concentratie. Dat is een soort van meditatie wat uiteindelijk ook tot een bepaalde concentratie leidt, maar niet wat de Boeddha uiteindelijk bij Prins Siddhartha uiteindelijk naar bezoek was. Dus hij besloot dat op te geven en een ander soort leven te proberen. Het leven van een geestelijke die niet langer de Veda's volgt, maar die zelf op zoek gaat naar de verlichting. Dus niet langer volgens de geschriften. En door zich martelt fysiek de verlichting bereikt geestelijk. Je ziet hier een afbeelding daarvan. Zie je dat? Dat hij helemaal volledig vermagerd was, dat hij zijn eigen ruggengraat kon voeden door zijn maag te voeden. Zo mager was de Bodhisattva, zo mager was Prins Siddhartha toen hij nog niet de Boeddha was. Door het vasten. Men zegt wel, hij had 1 rijstkorrel per dag. En toen later iemand dacht van, oh, misschien waren dat wel hele vroeger grote rijstkorrels dan of zo. Toen zei hij, nee, het waren geen grote rijstkorrels. Het is ook werkelijk een conversatie waarin de Boeddha zegt, het waren geen grote rijstkorrels, het waren gewone rijstkorrels. Maar uiteindelijk dacht aan een herinnering die hij had als kind. Dat hij onder een jamboboom mediteerde, een soort van boom. En ineens dacht hij, dat was eigenlijk ook wel een hele mooie ervaring. Van rust, innerlijke heelheid, innerlijke inzicht, helderheid. Ik wil die ervaring misschien wel weer eens een keer proberen. Misschien is dat wel de verlichting. Wat ik ervoer als kind. En hij begon weer te eten. En de asceten die hem volgden, die lieten hem achter, die dachten, ach, hij vast niet meer, hij martelt zichzelf niet meer, hij doet niet meer het pad wat we gewend zijn. En ze lieten hem achter, ze geloofden niet meer in hem. En uiteindelijk besloot hij in zijn eentje verder te mediteren onder een boom die later bekend zou worden als de Bodhiboom. En hij deed daar een gelofte onder die boom. Op een zeker moment ontdekte hij een soort helderheid in zichzelf, die hij ook als kind had ervaren. En hij had op een zeker moment een zekere zekerheid, dit is het juiste pad. En hij deed een gelofte
dat mijn huid en zelfs mijn zenuwpees en beenderen verschrompelen en zelfs het bloed in mijn lichaam mag opdrogen, maar als ik niet volkomen inzicht bereik, zal ik deze zitplaats niet verlaten. Of om in gewoon Nederlands te zeggen, ik ga hier niet meer weg totdat ik de verlichting heb bereikt. Totdat ik iets heb bereikt. En uiteindelijk ontdekte hij een diepere betekenis van de middenweg. De middenweg, dat kennen we, dat heeft een betekenis van je vermijdt de twee extremen. Sensueel genot enerzijds en zelfkastijding anderzijds. Daar hebben we misschien wel eens over gehoord, dat is de boeddhistische middenweg. Je martelt jezelf niet en je gaat ook het oppervlakkige pad van sensualiteit vermijd je. Maar dan is er een diepere betekenis van die middenweg die de Boeddha ontdekt. Namelijk middenweg die in meditatie. Een middenweg in meditatie die vanaf het middelpunt vertrekt. Dat is een kleine spelfout. Een middenweg in meditatie die vanaf het middelpunt in jezelf vertrekt. Met andere woorden, hij ontdekte dat het mogelijk is om meditatie in meditatie je geest flexibel en smeetbaar te maken. Helder en licht. Net als een metaal dat je smelt. Of net als een helder en licht schijnsel. Dat helderheid creëert. En dat daarmee je alles helder kunt zien in een donkere ruimte. En na deze ontdekking bereikte de voormalige prins de verlichting. Dus hij ontdekte eigenlijk dat hij niet zichzelf moest martelen. Dat hij niet hoefde te mediteren uitwendig. Maar dat hij in zichzelf mediteerde. In zichzelf aandacht tot rust brengen op het juiste punt, de juiste manier, ontdekte hij een pad in zichzelf. En dat was de middenweg. In de diepere betekenis van de middenweg. De diepere betekenis van het achtvoudige pad in zichzelf. Het achtvoudige pad in zichzelf. En dat noemen we uiteindelijk Boeddha. Dat hij de Boeddha werd, de verlichte, de ontwaakte, die zich opent als een lotus. En hij begreep dat uiteindelijk alleen de heldere, door de van binnen helder te zijn, dat we de wereld om ons heen werkelijk kunnen begrijpen. Want normaal als we naar de wereld kijken, dan kijken we allemaal naar dezelfde wereld, maar we begrijpen de wereld op andere manieren. Mark die kijkt naar een boom en die denkt, als ik zeg het woord boom, dan denk je aan een andere boom dan ik. Als ik zeg tegen Brigitte of tegen Andy, wat denk je aan als ik zeg boom, dan denk je aan een andere boom dan ik. En omdat we allemaal aan een andere boom denken, ook al hebben we het over hetzelfde woord boom, krijgen we oorlog met elkaar, krijgen we ruzie met elkaar en uiteindelijk zijn we meer niet gelukkig. En dat komt omdat we allemaal uitgaan van taal, uitgaan van gedachten, uitgaan van het intellect. En de Boeddha ontdekte een manier om inzicht te ontdekken in jezelf, wat we noemen vipassana. Inzicht in jezelf, in de werkelijkheid, door het oog van de Dhamma te gebruiken. Het oog van de Dhamma is dus anders dan als je eigen zintuigen. Een inzicht voor beide zintuigen. Wat je alleen kan bereiken als de geest volledig muisstil is, radiostil, als er in jezelf alleen maar helderheid is. Dat kan iedereen voor zichzelf ontdekken. En dat is het mooie van het idee van de verlichting. Iedereen kan het bereiken. Of je nu man bent of vrouw, Aziat of Westeling, dat is voor iedereen beschikbaar. En daarom noemen we de verlichting noemen we ook wel Dhamma. Dhamma, de leer van de Boeddha. De betekenis daarvan is ook de verlichting. In jezelf. Ik ga er even een beetje snel doorheen. Dus dat is in het kort over de verlichting van de Boeddha. Dit is eigenlijk het moeilijkste onderwerp. Dus al die overtuigingen waarvan ik sprak, of het nu gaat over wedergeboorte, karma, of het nu gaat over dankbaarheid ten aanzien van onze ouders, het zijn allemaal onderwerpen waar je nog wel een beetje feeling mee kan hebben, maar de verlichting is iets heel abstracts. Maar als we daar een zekere openheid voor ontwikkelen van misschien bestaat dat wel, dan heb je ook een inspiratie om je in meditatie, om elke dag te mediteren, om je daarin te ontwikkelen. Met het idee van, nou misschien
als er zoiets is als verlichting, kan ik het op een dag bereiken. En dat is het idee van verlichting, het idee van de juiste zienswijze. Dat je op die manier ook het geloof en vertrouwen hebt in jezelf om daarnaar te streven. Naar het voorbeeld van de Boeddha. Ik wilde afsluiten hiermee, met de reeks van juiste zienswijzen. Je hebt met heel veel verschillende ideeën kunnen kennis maken. En ik hoop dat je er iets mee kon. En de aantal dingen zoals wedergeboorte en karma zijn moeilijk te begrijpen. We zullen het er zeker nog vaker over hebben. Want we zullen ontdekken dat deze zaken vrij complex zijn. Maar dat ze wel heel bijzonder zijn en dat we er heel veel mee kunnen. En dat we er heel veel ons leven door verrijkt gaan worden als we erover studeren of proberen te begrijpen. Ik wilde nog eindigen met de belangrijke data. Vergeet niet, we hebben de wijding en de studieretraite. In september is de studieretraite. Ik wilde ook nog zeggen, gaan we deze maand in juni nog een vergadering houden van de vrijwilligers? Is daar behoefte aan? Dat ik nog even vragen. Ja, ik wilde nog een aantal dingen bespreken. Bijvoorbeeld, er is weer een verzoek van Paul Wallet om met zijn ganse school hier te komen in oktober. Hoe gaan we dat tegen die tijd aanpakken? Want we hebben dat al een keertje gedaan. Dat was best wel een zware klus. Misschien dat we er nog een keertje over spreken met elkaar. Er is ook geopperd om de dag van Boen weer te houden en te veranderen in dag van dienstbaarheid. En misschien dat we dat kunnen combineren met een vergadering. Eerst doen, eerst de woorden en dan de daden, of eerst de daden en dan de woorden. En ik wil ook nog vragen, als er iemand dat wil, dit is op vrijwillige basis, een interview af te leggen over wat je hebt geleerd van ons. Een beetje voor de PR. En dat is niet alleen voor ons hier en nu, of dat iets wat we kunnen gebruiken ooit misschien, als een videootje, maar ook wat we naar Thailand kunnen opsturen. Met het idee van dat ze ook in Thailand weten, hey, wat Nopal doet, onze abt in Thailand, is heel belangrijk. Hè? Het bereikt mensen. Mensen groeien erdoor. De boodschap, de oefeningen die we hier onderwijzen, daar groeien mensen door, daar hebben mensen iets aan. Als je die boodschap wil uitdragen met mij, dan kun je een interviewtje doen, een keer. Als je dat wil, dan moet je me een e-mailtje sturen. Dan kunnen we dat een keertje doen. Dat wilde ik nog even zeggen als een mogelijkheid. Dit is mijn eigen idee, dit is niet het idee van de abt of zo, of van de abt hier. Maar dat is mijn eigen idee. Tenslotte, volgende keer ga ik het hebben over het leven van een monnik. Als voorbereiding voor de wijding in juli. En dan zal deze reeks afgelopen zijn. En dan kunnen we het weer over een andere reeks van interessante, belangrijke informatie hebben. Wil ik eindigen voor deze keer? En dan wil ik jullie bedanken voor jullie aandacht. Laat het suspectie spelen voor onze leraar Monnik. Ja. 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 Dat je in je leven inspiratie, innerlijke wilde en wijsheid mag bereiken, gezondheid en inzicht. En dat je altijd goede mensen op je pad mag vinden. En dat je in jezelf het helder licht van de Dhammakaya mag bereiken door meditatie. Het ware geluk mag ontdekken voor altijd.
Oh ja, dat was het. Ik weet het weer. Excuus. Ik weet het weer. Ik wil dus nu nog weken. Of anders komt mijn hoop eens langs. Ja, dat zou heel mooi zijn. Laat me wel even van tevoren weten, hè? Ja. Want soms zit ik boven of zo en dan, dat zou wel gênant zijn. Maar dan kun je zien wat er mogelijk is. Ja. Ik kan het idee uitdragen. Dit is vrij, tamelijk vrij. Ik wil dat het spontaan is. Ja. Maar ik zou wel vragen stellen die een beetje inspireren. Mm. Maar ik zal het wel tamelijk vrij houden. Ja, we gaan er wel eens... Ah, die heb je toen niet gedaan, die interviews. Wat heb je toen niet gedaan, die interviews? Nee, wie heeft dat interview dan gedaan?